Ook vandaag weer 3 nieuwe workouts, alweer de 12e in de reeks. We beginnen met workout 12. Dat is een workout alleen met lichaamsgewicht. Workout 12a. Eentje met een kettlebell. En workout 12b. De barbell workout. Oké, hierbij komt een korte uitleg over de saddle pose voor de warming up voor de 12. Je gaat eigenlijk op je voeten zitten en je laat jezelf rustig achterwaarts gaan. Dit hou je vast. Misschien kun je helemaal gaan liggen, misschien ook niet. Ik zou zeggen, begin voorzichtig, want het is een warming up. Het is niet de bedoeling dat je je quadriceps meteen afscheurt. Ja? Dus je gaat gewoon kijken, dit hou je ongeveer 2 minuten vast. Vervolgens ga je door. Daarna ga je lateral line-ups doen. Dus springen heen en weer. Lijntje trekken. Of je pakt een bezemsteel waar je overheen springt. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je ook een lijntje. 20 keer, daarna krijg je de duck walk. De duck walk is dat je recht zit en rechtop. En je gaat rustig lopen. 20 stappen. Rol je voeten goed af. Blijf zoveel mogelijk rechtop. En dan hebben we de squat jumps voor height. Dus zo hoog mogelijk springen. Tik de vloer aan. Strek uit. En probeer zo hoog mogelijk omhoog te komen. Als je dit gedaan hebt, heb je de warming up gehad. Vervolgens ga je door met de workout. Elke 2 minuten begint er een nieuwe ronde. Dan ga je 20 minuten herhalen. Dus je begint met 10 box jump overs. Of jump over een object. Of box jumps. Als je een box hebt waar je op kan springen. Of een bankje. Bijvoorbeeld een bankje in een park. Kun je ook op en af springen. Maar als je dat niet hebt, kun je eens bijvoorbeeld ook gewoon een box gebruiken. In dit geval gewoon een plastic box. En dan kun je jump overs maken. Dus je springt over het object heen. En terug. Kan je niet springen en is dat belastend. Kun je ook bijvoorbeeld een huishoudstrapje pakken. En daar opstappen en afstappen. Dat is jouw eigen keuze. Doen wat je kan doen. Vervolgens heb je de flutter kicks. Bij de flutter kicks ga je eigenlijk op de grond liggen. Met je benen gestrekt. En dan ga je heen en weer bewegen. Ja, zorg ervoor dat je onderrug in de mat blijft. Dat doe je 20 keer. De resterende tijd van de 2 minuten ga je squats maken. Dus de gewone air squats. 2 minuten volledig uitmaken. Totdat de 2 minuten 5 aanbreekt. Dan begin je weer vooraf aan met de jump overs, flutter kicks, squats. Tot die 20 minuten is afgelopen. Daarna krijg je een extraatje. En de extra heet een shoulder dead circuit. 30 seconden ga je je palms forward doen. Dus je strekt je arm uit. En ga 30 seconden je handpalmen naar elkaar toe bewegen. Als je dat 30 seconden gehad hebt, gaan ze achterwaarts. Dit hou je 30 seconden vast. Vervolgens krijg je de internal en external rotation. Dus om en om 30 seconden. Handpalm boven, handpalm onder. Wanneer je dit 30 seconden hebt gehad, ga je door naar de swimmers. En dit blijf je ook weer 30 seconden herhalen. Zorg ervoor dat de elleboog en de schouder in één lijn zijn. Dus je hebt 2 minuten achter elkaar alleen maar beweging. Als je dat gedaan hebt, krijg je 30 seconden rust. Je mag dit natuurlijk ook vaker herhalen als je denkt van oh, dat vond ik wel fijn voor mijn schouders. Doe dit 2 keer, doe dit 3 keer. Kies je optie. Als je daar nog energie over hebt, kun je bijvoorbeeld als bootcamper nog even een stukje buiten rennen. Raadzaam is tot max 5 kilometer te gaan. Ja? Voor de fit gym workout 12a. Handig is als je een touwtje hebt. Lekker 300 keer single unders. 1 tempoetje. Als je dat niet kan doen, kun je eventueel ook 1 kilometer buiten rennen. Dus ongeveer 2 rondjes fit gym, als we kunnen herinneren. Of ik zou zeggen, ren ongeveer 5 minuutjes, 6 minuutjes buiten. Als je dat gedaan hebt als warming up, ga je verder met 3 rondjes van squat jumps, 10 keer. Dus die hebben we al gehad, hè. Dus een squat jump. Vervolgens ga je door met de single leg kettlebell deadlift. Single leg is 1 been tegelijk. Soms noem ik het ook wel eens unilateraal. Belangrijk, rechterhand, rechterbeen gaat naar achter. Ja.
Zoek je balans. Pak een punt waar je op kan concentreren. 5 rechts. En ook weer 5 links. Ja? Als je dat gedaan hebt, ga je door naar 10 push-ups. 3 rondjes. Daarna krijgen we een kettlebell skill workout. Een kleine is gewoon een skill. Het is niet echt de WOD, maar het is gewoon leuk om te oefenen. En dat zijn unilaterale kettlebell swings. Dus op deze manier. In de Russian stijl. De elleboog en de pols. Die komt iets boven de schouder, maar is niet overhead. Als dit goed gaat, 10 rechts. Dan ook 10 links. Heb je 1 rondje gehad? Wat je ook kunt doen is 20 alternating. Dus dat je elke keer ompakt. Pak om. Zodat er een zweefmoment in zit. Beweeg vanuit je heup. En hou je arm zoveel mogelijk gestrekt. Als we dat gedaan hebben, beginnen we met de workout van vandaag. En de workout lijkt op een girl squat wat Helen heet. Helen is officieel met 12 pull-ups. Dus als je je ergens kan optrekken, zou het helemaal top zijn. Als dat niet kan, kunnen we altijd de kettlebell rows doen. Maar de workout gaat als volgt. Je gaat 400 meter rennen. Weet je niet precies wat 400 meter is, kun je ook eventueel gebruik maken van lantaarnpalen. Die staan meestal om de zoveel meter uit elkaar. Maar wat je ook kan doen is 1 minuut naar buiten rennen, 1 minuut naar terug. Zal meestal ook rond de 400 meter uitkomen. Daarna ga je 21 kettlebell American swings maken. De American swing is boven het hoofd. Dus vanuit hier, boven je hoofd en terug. 21 stuks. Daarna ga je door, 1 voet voor, 1 voet achter. De kettlebell rows kun je doen in plaats van de pull-ups. 24 stuks, 12 rechts, 12 links. Ja? 3 rondjes voor tijd, dan zit 12 A er alweer op. Kun ik daar dus gewoon rekken, strekken naar keuze. Voor 12 B beginnen we met dezelfde warming-up als 12 A. 300 single unders, dus touwtjes springen 300 keer. Of 1 kilometer rennen. Voor de workout gaan we 15 en 10 bar pendelee rows doen. Dus een row. 10 push-ups en 15 overhead squats. Voor de overhead squats kennen we allemaal ook. Hè? En weer terug. En bij de pendelee row elleboog doen we het opzij. En terug. Voor de barbell skill willen we below the knee hang squat snatch doen. Snatch, brede grip, hook grip. Dus die duim verstoppen. Kijk vooruit, borst vooruit. Knik je door de knieën, heup naar achter. Net onder de knie starten. Je opent je borst. Versnellen, ellebogen hoog. Dus een goede handpull maken. Jump onder de barbel en de heup komt lager dan de knieën. En je komt hier omhoog. Je doet 10 setjes van 2 herhalingen. Daarna ga je snatchy doen. Snatchy is een 5 rondes voor tijd. Wat je doet is 5 squat snatches. Bij de squat snatch is nou niet onder de knie beginnen, maar je begint halverwege scheenbeen. Als je schijven op de barbel hebt hangen, heb je precies de goede hoogte. Vanuit hier, snelheid maken en eronder. 5 keer gehad, dan maak je 15 overhead squats. Kun je meteen doorgaan. En 1 reeks. Probeer het zoveel mogelijk unbroken te houden. Dan 400 meter rennen. Dan doen we 5 rondjes. Voor de cooling down, zorg ervoor dat je weer van alles doet stretchen. Denk bijvoorbeeld aan de saddle pose van het begin van de workout 12. Voor de quadriceps. En je voet op een verhoging leggen voor je hamstrings. Op deze manier bijvoorbeeld. En fiets pakken. Naar voren leunen, dat soort dingen helpt gewoon. Voor je hamstrings goed te stretchen en voor je kuiten tegen een paal zetten en naar voren leunen. Dit was het weer voor vandaag. Heel veel succes. Als je vragen hebt, stel ze in een opmerking. Tot snel!